Goedenavond en welkom bij De Wereld Staat Stil. Elke vrijdagavond ontvangen wij Johan Petit en Soekie hier in onze artisanale, lokaal geproduceerde decor, drie artiesten. Ja, en dames en heren, beste mensen thuis en beste kinderen, dus de wereld staat echt stil. Alle cafés zijn dicht, theaterzalen zijn dicht, cinema's, alles, barclubs, poker, casino's, alles wat tof is, is dicht. En dus zit iedereen zijn eigen thuis heel de tijd te vervelen, zit iedereen de hele tijd zo sudokus op te lossen, zelfs die heel simpele, waarvan je zeker weet dat je die gaat kunnen, maar dat dus eigenlijk niks aan is. En daarom, dus ter bevordering van de verwondering, hebben wij dus deze fantastische avond ineengestoken met allemaal verhalen, muziek en literatuur. Ja, en het is helemaal live. We zitten hier dus op dit moment in de foyer van het CCB. En je ziet ook achter ons hier zo de glazen inkomen. Dus als je in de buurt woont en je wilt in de volgende 40 minuten nog op het scherm verschijnen, kom dan zeker af. Dit is ook zeker een oproep naar mensen die al heel leven ervan dromen om in hun flieter op het scherm te komen. Hier is uw kans. Ja, meer nog. Hè, dus de eerste die hier in zijn flieter aankomt, die krijgt van ons een waardebon, een boekenbon van 50 euro van het Stad Leest. Dat is de meest fancy boekenwinkel. Dus als je hier in uw flieter aankomt, je moet niet per se in uw flieter aankomen, je moet ook gewoon komen en dan in uw flieter stappen. Dus dat mag ook erin kruipen. Maar dus de eerste in zijn flieter krijgt een boekenbon van 50 euro van ons. Ja, daar is er ons niks meer dan de drie artiesten voor vanavond voor te stellen. Sippe Toremans komt een waargebeurd verhaal vertellen. Rachida Lambrabit komt voorlezen uit eigen werk. En Tutu Pwane komt een prachtig lied zingen dat veel voor haar betekend heeft. En dan is er nog onze huisband die speciaal voor deze show naar Engeland is gevlogen om als tweede persoon het vaccin te krijgen, dus helemaal coronaproof. Tom Pintens. Johan, kende jij de mop van Jantje? Nee. Nee, ik ook niet, want Jantje zat in quarantaine. Goed, hè. Goed, hè. Heb je er straks al wel gerepeteerd? Ja, inderdaad. Ik heb het daar straks opgeschreven. Dus en Jantje miste zijn vrienden en hij miste vooral de verhalen van zijn vrienden. En daarom willen wij hier bij De Wereld Staat Stil elke week een waargebeurd verhaal vertellen, zoals ze dat deden in de tijd van de minstrelen en de dorpskampvuren. Want zowel voor Jantje als voor jullie, er zijn nog heel veel verhalen die onverteld zijn. En onze minstreel van deze week is niemand minder dan Sippe Toremans, stand-up comedian en ook Emmy-winnende maker van Wat Als, Hoe Zal Ik Het Zeggen, en Studio Tarara. Welkom, Sippe. Dankjewel. Blij om hier te zijn. Blij dat jullie mij gevraagd hebben. Ja, ja. Hoe is het? Ik mag niet klagen, hoor ik mezelf nogal veel zeggen de laatste tijd. Ja. Ça va. Ik mag echt niet klagen. Mis je het optreden? Enorm. Ja, jij ook waarschijnlijk. Hè? Heel hard. Ja. 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 Wat mis je aan het optreden dat er nu niet is? Alles. Zelfs de dingen dat ik vroeger niet leuk vond, of dacht dat ik niet leuk vond, mis ik nu. Twee uur lang wachten in een backstage met een aantal comedians en een aantal techniekers. De gesprekken die je dan hebt, de vibe dat er is voordat je dat podium oploopt. Ja? Alles, ook de kleine dingen. Ja, ook het zat thuiskopen, veronderstel ik. Het zat thuiskopen. Dat heb ik nooit gedaan, of dat herinner ik mij toch wel eens niet goed. Maar dus het optreden mis je, maar je kan wel nog tv maken. Ja. En ik heb me altijd afgevraagd, van zo, als je live optreedt, is zo de voldoening toch een groot stuk zo de lach. Ja. En als je tv maakt, wat is daar dan de voldoening? Of hoe komt die tot u? Dat is wel een goede vraag. Dat is anders. Hè. Dat is ook zo intens en met zo'n grote ploeg dat je daaraan werkt. Dat voor mij persoonlijk, ik denk dat dat voor iemand anders iets anders kan zijn, maar voor mij persoonlijk zit het in de samenwerking dat je hebt met andere mensen. Zo comedy op het podium is super, super solo, super alleen. Ik schrijf alleen mijn materiaal, ik ga alleen spelen en ik ga alleen zat naar huis. Maar tv maken doe je met een gigantische ploeg. En
als dat klikt in die ploeg en je voelt dat je elkaar aanvult en dat je elkaar beter maakt dan dat je eigenlijk bent, en er is een teamgeest en er is een sfeer en je gaat er samen voor, dan is dat iets dat ik niet vind bij die comedy. En dat is voor mij waarom dat ik tv maken zo leuk vind. Die groep, die ploeg. Ja. En word jij beïnvloed door kijkcijfers? Vind je dat belangrijk? Ik zou heel graag willen zeggen nee, maar je wilt toch... Je wilt toch dat er gekeken wordt naar wat je gemaakt hebt. Je zet er dan toch een beetje trots op. Dus ja, ik vind dat wel belangrijk. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En ook een Emmy krijgen, hoe voelt dat? Ja, dat is de waanzin. Hè. Dat is echt de waanzin. Je staat er dan in New York op een podium alsof dat allemaal normaal is. Alsof dat erbij hoort. Maar dat hoort er natuurlijk niet bij. Dat is waanzinnig. Dat is... En dat op het moment zelf dringt dan meestal ook nog niet door. Dan sta je daar van... Oké, deze is raar allemaal. Ja. Het is zo een extra beloning, hè, voor wat je met die ploeg dan zo gemaakt hebt. Het versterkt die ploeg dan nog meer of zo. Van kijk, dit hebben wij samen gedaan. Ja, dat is wel leuk. Wat vind je iets positief aan 2020? Dat je het makkelijk kunt onthouden, want het allitereert. Het is zo 2020. het is 2x20. Iets positiefs aan 2020. Voor mij persoonlijk of in de wereld? Voor jou persoonlijk. Oh, fuck. Wauw. Dat kan ook iets in de wereld zijn, want jij bent ook in de wereld natuurlijk. Hè? Ja. Amai, dat vind ik een moeilijke. Dat vind ik echt een moeilijke, want je bent al zo'n half jaar bezig met in je hoofd te catalogeren wat er allemaal fout aan het lopen is en wat er beter zou kunnen en wat er niet goed loopt. Dat is een kei goede vraag. Ja. Had mij die gisteren gemaild en ik had daar een kei mooi antwoord op kunnen geven. Ik kan er even over nadenken. Okay. Er zijn dingen, hè. Een klein ding is misschien dat ik door heel die corona-shizzle en door die lockdowns extra ben beginnen waarderen wat dat er daarvoor wel kon. Mm-hmm. En misschien ook dat een band met sommige mensen iets sterker geworden is of zo dan dat het ervoor was. Dat is toch wel iets heel moois. Dat is positief ding. Maar je bent meer dichter tot jezelf genaderd eigenlijk. Ja, maar wat moet je doen als je jezelf niet zo leuk vindt? Nee, dat is niet waar. Dichter tot mezelf genaderd, dat weet ik niet. Dat is een rare zin wel. Ja. Dat weet ik niet. Het zou kunnen. Ja. Sippe, je hebt voor ons een waar gebeurd verhaal bij. Ja. Alsjeblieft, ga je gang. Oké. Ik vond dat een super moeilijke opdracht, want ik heb keilang zitten nadenken en ik kwam tot besef dat ik blijkbaar een beetje een saai leven had, want ik vond niet meteen iets dat de moeite waard was. Ik heb niet zo'n verhaal dat als iemand op café zegt, vertel eens een verhaal, Seppe, dat ik zo, toen in de parenclub had ik mij verkleed als... Dat heb ik dus niet. Het is een verhaal uit mijn... Ik ga iets vertellen uit mijn jeugd. Ik was een heel... angstig en stil en verlegen kind, tot op het problematische af. Mijn ouders hebben even getwijfeld om met mij naar een psycholoog te gaan. Uiteindelijk niet gedaan. Ik was bang van alles. Ik was bang van de deurbel die ging, dan kroop ik onder de tafel, totdat ik wist wie dat was. Ik was bang om een bus op te stappen, want er was veel te veel volk. Ik was bang om naar school te gaan, want er waren heel veel kinderen die heel luid waren. Ik maakte daar ook geen connectie mee met andere kinderen. Ik was een beetje een eenzaad die wegvluchtte in fictie vooral. In films, in tv-series, in boeken, in strips. En een van mijn favoriete tv-series op die leeftijd, ik zal toen 7 of 8 geweest zijn, was Knight Rider. Kent iedereen van mijn leeftijd ongeveer nog wel een beetje. Zwarte pratende auto. Ik zat een rood lampje van voor woe woe woe. Kon praten met zijn bestuurder, met de Michael. Dan zei die auto... alles oké, Michael? Of iets anders. En die lossen dan samen zo misdaadproblemen op en zo. David Hasselhoff, die David bekend Hasselhoff is van, voor dus jongere mensen van Baywatch eigenlijk. Ja, van Baywatch. En nog later van Hamburger gezeten op de grond, maar dat is niet zijn beste periode geweest. Swat, ik keek daar heel erg graag naar en ik had een fietsje, een BMX. En ik praatte met mijn fiets. Dat was mijn kit. Dat was mijn pratende auto. Die zei ook dingen terug in mijn hoofd. Ik had heel veel gesprekken met dat BMX'ke tijdens het rijden. Als ik daar nu aan terugdenk, moet dat voor mensen in de buurt heel raar geweest zijn om mij te zien rondfietsen. Wat dat kit in de serie soms deed, was zo de controle overnemen van het stuur.
De auto had zo soms een eigen willeke en deed dan iets dat Michael eigenlijk helemaal niet wou. En dan reed hij zo richting een ravijn en dan zei Michael, Kit, nee, we rijden richting de ravijn. En dan zei Kit, rustig Michael, we halen het wel. En dan inderdaad zo turbo boost over die ravijn en alles kwam goed. En ik denk dat ik die aflevering pas gezien had toen ik met mijn mama op de straat aan het fietsen was. Ik reed achter mijn mama en ineens nam mijn BMX'ke de controle over. En die stak de straat over en reed richting een geparkeerde taxi. Zo'n chique zwarte Mercedes. En ik weet nog dat ik zei tegen mijn fietsje, nee, we rijden recht op de geparkeerde taxi af. En dat mijn fietsje iets zei als, we halen het wel, Seppe. En ik weet niet wat het scenario was in mijn hoofd. Ik denk dat het scenario was, zo op het laatste niepertje, zo langs die een taxi toch nog zo kunnen ontwijken. Of misschien turbo boost en zo properkes erover, wie weet. Zwat, ik weet niet precies wat mijn plan was, maar ik knal dus keihard met mijn BMX'ke tegen die geparkeerde taxi. Ik ga over kop, ik beland op de kofferbak. Ik had het gezicht van ons moeder nooit vergeten, die mij aankeek van... Wat? Wat doe jij nu? En ik kon het daar ook niet uitleggen. Ik hoorde mezelf zeggen, ik, dat was ik niet. Dat was de... Zwat, ik heb toen heel lang niet meer tegen mijn fiets gesproken. Hij wel tegen mij, maar ik weigerde om nog iets terug te zeggen. En waarom dat moment mij wat is bijgebleven, denk ik... Omdat dat een moment was waarin dat ik me realiseerde dat mijn fantasie en mijn creativiteit keihard gebotst was met de realiteit. En ik vond mezelf daar niet zo leuk meer door. Ik had het gevoel dat de wereld, dat ik, die fantasiewereld dat ik rond mij heen had, dat die clashte en altijd ging blijven clashen met de realiteit. Met geparkeerde taxis die langs de kant van de weg staan. En ik ben dan opgegroeid. Ik heb niet zo'n gemakkelijke puberteit gehad. Ook niks dramatisch, maar toch altijd zo wat problemen gehad met... Ja, contact maken met andere mensen of zo. En toch liever zo die boeken en die films en die series. Cut naar 20. Ongeveer het jaar 2000. Ik ben begin de 20 en ik ga voor de allereerste keer stand-up comedy doen in een Ballinfernal in Gent. En ik sta backstage en ik heb thuis in mijn veilige omgeving met mijn fantasie van alles bedacht en geschreven dat ik op dat podium ga doen. En op een of andere manier moet ik weer denken aan dat moment op dat fietsje. Want alles in mij zegt mij dat ik mij klaar moet houden voor een botsing. Want de koude harde realiteit is het publiek dat mij niet kent en dat gaat luisteren naar wat dat ik heb bedacht en die dat niet leuk gaat vinden. Dus ik hou mij... Ik hou mijzelf klaar. Ik doe dat. Maar een botsing is niet wat er gebeurt. Het was niet goed, hè, dat eerste optreden. Ik denk dat 2% van mijn grappen werkte en de rest was vuilbak. Maar er gebeurde niets. Een connectie met dat publiek. Een band dat er is met die mensen dat daar zitten. En ik had voor de allereerste keer in mijn leven het gevoel dat... Wat ik gebouwd had om mezelf af te sluiten van de wereld, dat dat ook een manier kon zijn, die creativiteit en die fantasie, om een connectie te maken met de wereld. En ik weet niet goed wat de moraal van het verhaal is. Hè. Misschien is het dat je niet keiveel schrik moet hebben om met je BMX'ke richting een geparkeerde taxi te vlammen. Want de kans dat je erop knalt is kei groot, maar... Hè, turbo boost, properkes erover, wie weet. Ja, het is heel schoon eigenlijk. Het is dat je in plaats van je eigen te verstoppen, dat je de wereld ze ingestapt en die fantasie in plaats van die voor je eigen te houden, dat je die eigenlijk om de wereld het durven tonen. Eigenlijk. En dus ook durven... In het eerste worden gekwetst, maar zonder dat je het wou, maar later... Jezelf gegeven aan het publiek eigenlijk. Of ik denk dat het neerkomt op een bepaald moment beseffen dat de dingen dat je haat aan jezelf en dat je zelf je zwakste kanten vindt, dat die wel eens je grootste wapen zou kunnen zijn. Ik weet niet of dat voor iedereen opgaat of in elke situatie, maar ik denk dat je jezelf veel te rap zegt dat je. Ja. Nee, wat ik zei, dat je sterkste zwaktes ook je grootste gave kan zijn. En waarom stand-up, weet je dat? Weet je daar nog de eerste gedachte dat je dacht, misschien stand-up? Waarom stand-up? Ja.
Of weet je nog waar je voor het eerst... Ja, ik heb voor de allereerste keer comedy op de tv gezien. Dat was Bert Visser, een Nederlandse cabaretier. En ik was er zot van. Dat was een show van 2 uur. Die stond ook na een half uur nat in het zweet. Die had de Marcelleken aan. Dat was heel fysiek en heel wild en heel vrij. En gevoelde dat publiek dat opvrat. En ik dacht, dat wil ik ook. Dat wil ik ook doen. En dat klopt niet, hè. Want ik wil nu nog altijd... Ik wil eigenlijk niet op dat podium gaan staan. Als een organisator mij 3 minuten voor de voorstelling komt zeggen het gaat niet door, het is afgelast, dan ben ik de gelukkigste mens op de planeet. Ah. Echt waar. Ik wil daar eigenlijk niet gaan staan. Dus jij wou hier niet eigenlijk vandaag ook niet echt zijn, eigenlijk. Wat zeg je? Vlak voordat je begon, wou die hier eigenlijk ook niet echt zijn, dan? Of viel het vandaag mee? Ja, dat viel mee, maar dat is er zo. Ja. Dat, als ze mij nu komen zeggen, die stream is kapot, of het internet ligt helemaal uit, dan is er een deel van mij dat zegt, ah, dan moet ik niet in die stoel gaan zitten en mijn verhaal vertellen. Nu, allee, ik benoem het nu heel negatief, want op het moment dat ik daar dan sta en dat ik die microfoon in mijn handen heb en dat je die eerste lach krijgt en je wordt terug herinnerd aan, ja, maar hiervoor doe je dat, hè. Voor die connectie met dat publiek en voor die lach en voor... Ja, dan is er niks dat ik liever doe op de planeet dan dat. Dus het is een heel dubbel ding. Ja, het is wel crazy, zo elke keer opnieuw. Soms wat meer, soms wat minder, maar het is er wel altijd. Zo shit, een podium of wat? Maar moet ik tegen die mensen gaan zeggen? En waarom? Is er niemand beter geschikt hiervoor? Zo dat. Right, dankjewel Sippe. Alsjeblieft. Dus onze tweede gast van vanavond zit hier in onze prachtige tuinstoel, Rachida Lamrabet. Maar Rachida, we zijn heel blij dat jij er bent. Ik ben ook blij om hier te zijn. Ja? Bedankt om mij te vragen. In het jaar 2006, dat is eigenlijk een heel belangrijk jaar, toch in uw geschiedenis. Want in dat jaar heb jij een kort verhaal geschreven waarmee dat jij een prijs hebt geworden en waarmee dat jij ineens van juristen... veranderde, zou je kunnen zeggen, in een schrijver. Ay, niet helemaal, in de zin dat jij nog altijd een jurist bent, maar dat jij sindsdien zit je een schrijver. Heb jij allemaal romans geschreven? Ik ben niet zo zeker of ik al een schrijver ben. Dat is een voortdurend proces, denk ik dan. Hè. Ah, ja, als je een boek hebt, dat is eigenlijk de definitie van een schrijver. Dus blijkbaar, ja. Vanaf dat je een boek hebt uitgegeven waar je niet zelf voor betaald hebt, hè, die andere mensen voor je hebben uitgegeven, en je hebt dan meerdere romans uitgegeven, toneelstukken geschreven die opgevoerd zijn, je hebt keiveel sabam ervoor gekregen, dus je bent echt officieel een schrijver, daar moet je niet meer aan twijfelen. En in uw werk dat gaat heel vaak over personages die worstelen met hun identiteit en die soms tussen twee werelden inhangen. En dat is een beetje ook uw biografie, in de zin dat jij op je 2 jaar van Marokko naar België bent gekomen. En ik kan me voorstellen dat die worsteling, want dat is toch een worsteling, dat best heftig is. En ik vroeg me af, als je zo ouder wordt dat dan... Komt daar tot een soort van rust? Die worsteling verdwijnt, dan grokt het er voorbij? Of is dat iets waar je heel je leven toe moet verhouden? Dat klinkt natuurlijk wel heel dramatisch. Als je het zo zegt, dat het een worsteling is, hè, en dat je tussen twee werelden zit. Ik denk, ja,
wat doen wij mensen de hele tijd? Hè? De hele tijd sukkelen en vallen en opstaan en dingen uitproberen. En ja, we worstelen soms met onszelf, met wie we zijn, wat we willen, waar we naartoe willen, wat we krijgen, wat we niet krijgen, de mensen die we ontmoeten. Dus dat is een voortdurende struggle, ja, soms. En soms is dat heel zwaar en soms is dat heel licht en grappig en onnozel. Maar ik bedoel, ik worstel ook met leven. Sue worstelt heel hard met leven, heb ik al gezien. Vanmiddag heb ik die heel hard zien worstelen. Dat is eigen aan mensen, denk en dat ik. Is de mens. Ja. Maar ik bedoel specifiek dat gevecht tussen zo die afkomst enerzijds en dat nieuw land anderzijds. Dat gevecht, is dat, komt er daar een soort rust in? Dat bedoel ik eigenlijk. Ik heb het moeilijk om die tegenstelling. Misschien is dat geen gevecht. Is dat wel een gevecht? Hè? En als het een gevecht is, dan een gevecht tussen wat? Hè, want ik wil het dan niet zo zwart-wit stellen door te zeggen van het is een gevecht tussen Ginder en hier en tussen die cultuur en de Belgische cultuur, of als die al bestaat, hè, zoiets als de Belgische cultuur. Ja. Het is het leven gewoon. Hè. Je wordt ergens gedropt, bij wijze van spreken. En je moet je daar zien vorm te geven. Hè. Je krijgt je identiteit door de interactie die je hebt met andere mensen. En soms gaat die interactie al iets gemakkelijker. Met de ene dan met de andere. Komt je hindernissen tegen. Misschien ligt daar dan eerder het gevecht, dat je inderdaad sommige hindernissen tegenkomt. Die moeilijk zijn en waar dat je, ja, die je uit de weg moet ruimen, wilde je groeien en verder gaan. Hè? Ja, en ik vind het leuk, jij zit hier zo fris en vrolijk. Ik vraag me af, wat maakt u gelukkig? Om ineens een helemaal andere vraag. Er is veel dat mij gelukkig maakt. Ik vind dat ik eigenlijk wel een redelijk geprivilegeerd mens ben, dat ik chance heb in het leven. Mijn kinderen maken mij gelukkig. Het feit dat ik af en toe mag schrijven maakt mij gelukkig. Dat ik vrienden heb, heel veel vrienden en mensen die mij graag hebben en die ik ook graag heb. Dat mijn familie gezond is. Dat ik op een plek woon waar er geen oorlog is, bijvoorbeeld, om het maar zo cru te stellen. Dus ja, er is eigenlijk wel veel dat mij gelukkig maakt. Zeg, in gezicht, ik heb veel vrienden. Dat is ook iets wat mij altijd interesseert. Er is zo'n uitspraak dat je de vrienden die je hebt, dat die altijd iets hebben of iets kunnen dat je zelf niet hebt of niet kunt. Ja, is ook zo. Wat is dat bij je vrienden? Ja, dat zij kunnen dat en is... hebben dat jij niet wel, hebt? Ik heb de tekst ook nu, voor vanavond ook, heb ik het ook over een vriendin die iets heeft wat ik niet heb. Heel toevallig. Ik weet niet of je de tekst zelfs nog niet gelezen hebt. Nee, maar ja. Daar ga ik het dan over hebben, ja. Ik heb vrienden die eigenlijk wel leuke dingen kunnen en speciale talenten hebben of bijzondere gaven hebben waarvan ik denk, wauw, ik wou dat ik dat ook had. Ah, ja. Zonder jaloers te zijn, hè, maar denken van, dat is toch wel chic, wat ik kan. Of hoe dat die in het leven staat. En nu maakt het mij heel curieus. Wat is dat dan? Ik zeggen, afhankelijk van de vriend of vriendin die ik voor me heb, kan dat van alles zijn. Hè. De vriendin waar ik het nu over wil hebben, is dat die in rare kronkels denkt. Ah, ja. Dat die haar verbeelding echt paden bewandelt die heel bizar zijn soms. En was dit jaar dan moeilijk, omdat je vrienden dan niet kon zien? Ja. En hoe kon je dat oplossen? Door telefoon? Ik ben ook niet echt iemand die graag telefoneert of die graag achter de computer zit te skypen. Ik moet mensen echt fysiek zien en vastpakken en in de ogen kunnen kijken en af en toe eens aanraken. En ja, dat mis ik heel hard. Dus als er iets is waar ik dit jaar toch wel van heb afgezien, is dat het feit dat ik mijn vrienden en mijn familie ook niet echt fysiek heb kunnen zien. Dat we niet hebben kunnen lachen en praten aan dezelfde tafel. En dus dat is iets waar ik echt heel erg naar uitkijk, dat achter de rug is en dat we terug kunnen doen. Dat we samen kunnen zitten en, ja, dat en hoop plezier ik ook. Hebben en praten. En maar jij hebt dus speciaal voor vandaag een tekst geschreven. Ja, ja. Ah, wel, daar zijn we heel benieuwd naar. Zou jij die willen voorlezen? Ik ga die voorlezen. Fantastisch. Met plezier. Ah, je hebt er nog met een bik geschreven zelfs? Nee, ik heb hem uitgetipt. Ah, ja. Nee. Voilà. De wereld staat stil, zegt men. Al een tijdje nu, toch? Er is wel veel gebeurd tijdens dit eigenaardige jaar. Grote en kleine dingen. Banale en belangrijke dingen.
Ik heb sinds maart bijvoorbeeld niet meer met het openbaar vervoer gependeld naar Brussel of Gent. En dus heb ik geen enkele keer gevloekt op treinen die vertraagd waren. Ik heb lange gesprekken gehad met sommige van mijn studenten die eenzaam waren. Die ernaar snakten om in de aula te zitten tussen medestudenten, ook al was de les slaapverwekkend. Ik heb meegedaan aan podcasts over vrouwen in de literatuur. Ik heb mijn zoon van 10 proberen uit te leggen hoe hij breuken moest vereenvoudigen. Van frustratie heb ik zijn werkschrift door de kamer gegooid, nadat hij voor de zoveelste keer zei dat ik het niet goed uitlegde. Ik ben naar de tandarts geweest. En mijn buurvrouw Alice is gestruikeld over een kassei op haar erf. Ze viel en geraakte niet meer op haar benen. Uren heeft ze daar gelegen terwijl ik in mijn huis, naast het hare, bezig was te experimenteren met mijn eerste schatje. Schatje, dat is de naam die men geeft aan het eerste zetsel, de zuurdesemstarter, om zelf zuurdesembrood te maken. Ondertussen lag Alice, 95 jaar oud, op het erf en besloot ze na vruchteloos wachten om met de moed der wanhoop zich op handen en knieën voor te slepen over die ruwe kassei die ze ongetwijfeld nog zelf zoveel lentes geleden samen met haar man zaliger heeft geplaatst. Maar dat was vroeger, toen Alice nog rechtop liep en er niets in de wereld was wat ze niet aankon. Alice is een harde werkster. Ze is werkend in de wereld getuimeld en ze was vast van plan al werkend de wereld te verlaten. En die kassei stak er een stokje tussen. Een paar dagen later kwam een van haar dochters me vertellen wat er was gebeurd. We hebben haar naar Home Elizabeth gebracht. En nee, bezoek mag echt niet. Ik voelde me een rotslechte buurvrouw. En ik vond die dochters ook slecht. Waarom hadden ze hun bundeltje van een moeder niet bij hen thuis gehouden? Wie plaatst er nu een oude vrouw in een tehuis tijdens deze vreselijke pandemie? Er vielen 10.200 covid-doden in de rusthuizen alleen al. Dat is 56% van alle covid-doden in dit land. En de cijfers stijgen nog in de rusthuizen. Waarom konden zij hun moeder, die zo klein was als mevrouwtje Theelepel, niet dicht bij zich houden? Cultuurverschillen, dacht ik neerbuigend. Alhamdulillah dat wij onze moedertjes niet wegstoppen in rusthuizen. Ja, sorry. Ik ben ook maar een mens met venijnige gedachtes over de anderen, soms. Vorige week belde ik Alice op. Ze had haar eigen vast telefoonnummer mogen behouden. Hoe gaat het met je? Ben je daar gelukkig? Zijn ze daar vriendelijk? Heb je vrienden gemaakt? Alles was goed, zei ze. De verpleging vriendelijk en het eten veel te veel. We worden hier bezig gehouden zoals kleine kinderen. We knutselen en zingen. Maar ze dacht nog veel aan thuis. Maar terugkeren, nee, dat zat er niet meer in. Ze bleef het herhalen en ik hield mijn mond, want ik wilde niet zeggen dat ze natuurlijk wel naar huis kon als ze dat zelf wou, want dat kon niet. Nooit meer. Nooit meer schoffelen en onkruid wieden in de moestuin, nooit meer het vuur aanzetten in de keuken, nooit meer languit in haar zetel voor de ouderwets dikke televisie. Wist ze dat Martin Tange ook nooit meer het journaal zou presenteren? Nooit meer naar huis? Binnenkort wordt haar huis te koop gezet en begint het verhaal van voren af aan met andere accenten, andere kleuren, andere acteurs, maar toch volgens hetzelfde stramien, met net een roman, waar een begin, een midden en een onvermijdelijk einde aan zit. Wij zijn niet onsterfelijk. Afgelopen dinsdag berichtte een vriendin me dat ze een ticket had voor deze avond. Ik moet de tekst nog schrijven, antwoordde ik. Sinds deze coronatoestanden krijg ik niets meer op papier, zei ik, wat gelogen was. Want ik kreeg wel iets op papier, maar het trok op geen bal.
alsof ik breuken probeerde te vereenvoudigen. De meest inspiratieloze onzin, vlak en absoluut niet interessant. En corona had er niets mee te maken. Je kan niet alles op corona schuiven. Het heeft ook te maken met lusteloosheid, met focus, met prioriteiten stellen. Met mezelf als schrijfster serieus nemen. Serieus nemen. Ik schreef iets over moed voor Passaporta. Door op een kunstzinnige wijze zinnen te herhalen, probeerde ik mijn gebrek aan inspiratie te camoufleren. En toen ik het doorstuurde, was ik vastbesloten nooit meer te schrijven, nooit meer een opdracht aan te nemen. Ik schrijf aan mijn eettafel, in de keuken en op de tafel. En op die tafel komt letterlijk alles samen. De soep en de patatten, de Zoom-sessies voor mijn vier andere jobs, het dicté van mijn jongste en het WhatsAppje van mijn dochter, die me vraagt haar te komen halen van de stad, want de bus reed niet en het was ijskoud. Hoe lang en je bent hier, ma? Als het schrijverschap een religie is, dan ben ik de grootste ketter. Diegene die blasfemie verwart met bidden. Diegene die de goden en het lot blijft tarten, want ook voor vanavond heb ik aanvaard iets te schrijven. En die vriendin die een ticket heeft, die zit nu te kijken. En die zei me dus, maar schrijf dan iets over mij, over ons. Iets wat alleen jij en ik begrijpen. En ik lachte het idee eerst weg. Ik denk dat ze comedy verwachten en geen midlife-crisis van twee vrouwen die in een roman van bedenkelijke kwaliteit vastzitten, lieve schat. Mijn vriendin schrijft wel rare dingen soms. Hier een voorbeeld van een bericht van haar van de afgelopen week. Al een chance dat ik geen porno heb opstaan. Dat klinkt funzig, maar geloof me, het is slaapverwekkend saai als ik jullie de context schetst. De conversatie die wij hadden was van een onvoorstelbare banaliteit en dan zwiert zij er dan zo een zin in. En het is dan op zo'n moment dat ik me weer herinner waarom zij mijn vriendin is. Haar gedachten maken rare kronkels. En ik wou dat mijn gedachten ook rare kronkels maakten. Dus de volgende zin is voor die vriendin en alleen voor haar. De must is een kabouter die verloren loopt. Laat die gaan. Volg hem niet. Hoewel ik dat soms zelf ook doe, hoor. Blindelings volgen. Mijn GPS bijvoorbeeld. En dan nog rij ik vaak verkeerd. Tenminste, als de auto rijdt. En de laatste tijd is dat geen zekerheid. En dan staat de wereld nog een beetje stiller. Een paar dagen geleden was het weer zover. Mijn auto gaf geen kick en de redding kwam in de vorm van een gele takelwagen. Daar zat ik dan. Auto opgeladen en ik met mijn mondmasker naast een jonge man die gestrande automobilisten terug naar huis brengt. En in mijn geval was thuis nog een uur ver. En wat doe je dan? Je probeert een gesprek. Is er iets veranderd voor jou door corona, vroeg ik. Niet echt, antwoordde hij. Ja, we krijgen nog veel telefoontjes van mensen van wie de wagen niet wil starten, omdat ze de wagen minder gebruiken. Maar anderzijds zijn er eigenlijk veel minder ongevallen dan voor corona. Alhoewel, de ongevallen die ik meemaak tijdens corona, ja, die zijn echt wel ongelooflijk ernstig. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe komt dat, vroeg ik. Hij haalde zijn schouders op. Ja, ik denk dat mensen echt denken dat ze alleen op de baan zijn, zeker. En ze rijden roekelozer. Ja, raar toch, zei ik. Corona dwingt ons om voorzichtiger te zijn, om uit te kijken, om afstand te houden. Iedereen is bang. Iedereen is zich nu meer dan ooit bewust van hun eigen sterfelijkheid. En toch zie je dat mensen op de baan het gevaar opzoeken. Er viel een korte stilte. En toen zei hij... Sommige mensen geloven niet dat ze sterfelijk zijn. En de gevaarlijkste zijn diegenen die dat willen bewijzen. Ik zweeg en dacht nog lang na over deze filosofische zin, terwijl de wegverlichting de schaduw van de takelwagen met mijn gestrande wagen in de berm projecteerde. Dank u. Alsjeblieft. Amai. Ja, ik moet zeggen dat het eerste deel over de dingen dat wel binnenkwam. Mijn oma zit ondertussen is een keer of twee over een tweer van het rusthuis naar huis gegaan.
en zit nu ook in een rusthuis. En, ja, en dat is heftig. Zeker in deze tijden, want je moet er niet meer binnen, geen bezoek meer. Dus dat is, ja. Ja, dat is heftig ook omdat ik haar aan de lijn had. En ja, die hield zich wel sterk, zoals ik van haar gewoon ben, maar je voelde wel dat die daar niet wilde zijn. Dat die gewoon met rust gelaten wilde worden en in haar eigen huis wilde zitten. En zelf haar potje koken en rondlopen en af en toe buiten in de tuin wat gaan schoffelen. En ja, dat brak mijn hart eigenlijk wel. En natuurlijk mag ik het proces van die dochters niet maken, hè, want ieder heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen leven. Maar toen was ik wel boos op hen. Ik dacht van, come on, jullie zijn twee vrouwen op leeftijd, jullie kinderen zijn ook uitgevlogen, jullie hebben alle twee grote huizen. Is daar nu echt geen plekje om die moeder, al was het maar om beurten, in huis te nemen? Ja. Dat had zij veel liever gehad dan daar te zijn. En, maar ze kloeg niet, hè. Ik bedoel, ze was... Het is hier goed, het eten is goed. We eten te veel en we zitten gewoon de hele tijd. En maar jij zou uw moeder en vader, of dat is in uw hoofd, hè, als zij hulpbehoevend worden, dat jij die zorg op u... Dat zou ik wel willen, ja. 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 Dus ik zou het niet kunnen verdragen dat ik die zorg zou uitbesteden aan iemand anders. Ja. Ja. Dat is heel bijzonder en heel moedig. Ja, ik weet niet of ik het zelf ga. Ik sta er gelukkig nog niet voor, maar zover is het nog niet, maar toch. Dus, ja. Merci. En ik wil ook nog één ding zeggen over uw schrijven. Wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat met zo gewone zinnen en zo gewone taal, en dat je eigenlijk de taal gebruikt om de werkelijkheid... Ja, dat doet natuurlijk elke schrijver, maar ik vind... ik vind het heel mooi hoe dat het tot bij ons kwam, eigenlijk. En dus ik vond het heel ontroerend. Dank je wel. Ondertussen zit nog steeds Tom Pintes. Ik weet niet of je die kent, maar Tom Pintes die zit hier naast ons. En dus Tom Pintes, toen is die 25 jaar geleden, toen is die 25 jaar jonger was. En dus nu, je ziet dat hij is al zo grijs dat hij bijna 50 jaar is. Bijna 50. Wow. Maar dus 25 jaar geleden, toen ik op de toneelschool zat, moest ik van de toneelschool een radioprogramma maken. En toen was een Tom Pintes daar om de micro's juist te zetten. Toen heb ik die leren kennen. Terwijl die micro's juist had, dat was ongelooflijk. En nu vandaag heb jij een lied voor ons bij, Tom. Ja, klopt. Ah, wel. Wilde jij dat zingen? Zeker. A heart that's full up like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won't heal. Tired and happy, bring down the government. They don't speak for us. I'll take a quiet life, a handshake of carbon monoxide, with no alarms and no surprises. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises. Final fear, my
dankjewel, Tom. Ja. Prachtig, prachtig. Van wie was dat liedje, Tom? Het is een lied van Radiohead. Mm-hmm. En waarom heb je het gekozen? Verstaan jullie mij? Ah. Ik wel. Ik hoor perfect wat jij aan het zeggen. Ik denk dat het beter is. Ah. Jij hoorde nu zelf ik hoorde niet. Mezelf niet. Tom, het is een nummer van Radiohead en waarom heb je het gekozen? Ik wou eigenlijk een kerstnummer doen vandaag. Gewoon, komt eraan. Maar moeilijk kiezen. En ik vond dat dit ergens iets kerstachtig had. Met die... Zo wat belletjes, normaal in het origineel. Ik weet niet wat het er nog steeds in zat. Ah, ja. Ja, ik vond kerstmis goed genoeg eigenlijk. Ja, sowieso. Ja. Merci, Tommy, voor uw prachtige kerstsong dan. Dank je wel. Ja. Oh, en dan is het nu tijd voor de kleinste quiz ter wereld. De kleinste quiz ter wereld. Tof. Oké, dat is dus een wervelende... Ja. Inclusieve quiz voor jong en oud. Echt iedereen mag meedoen. Het is super geweldig. Maar er is wel maar één vraag. Er is maar één iemand die mag antwoorden. En je kunt niks winnen. Ja, dus de eerste die het weet, die is gewonnen. En het toffe, Rachida, jij moet zelf ook meedoen. Jij moet eigenlijk niet meedoen. Jij bent eigenlijk de enige die niet mag meedoen. In de zin, jij doet wel mee. Maar jij bent degene die de vraag van de quiz moet verzinnen. En dus jij moet de vraag stellen. Dus jij moet twee dingen doen. De vraag verzinnen en ze dan ze biedt ook stellen. En vanaf dat jij die gesteld hebt, dus wij zeggen eerst ja en dan stelde jij die, dan verschijnt er een nummer. Dan verschijnt er dus een nummer hier op deze plakkaat. En daar kunnen jullie thuis, beste dames en heren, jullie kunnen dus nu live, als die nummer verschijnt, kunnen jullie bellen. En dan kan dus de eerste die belt, die kan dan antwoorden. Ja. Dat is eigenlijk het concept. Ja, klopt. Rachida, heb je al een vraag? Er zijn een aantal regels. Dus het mag geen raadsel zijn. Er mag maar één antwoord mogelijk zijn. En je moet natuurlijk zelf het antwoord ook weten. Ja. Ja. Dus het moet een quizvraag zijn. Het moet echt een vraag zijn, niet zo... Ja, iets vraag. Vaag. Ja, ja. Nee. Oké. Goed. Mag ik een vraag stellen uit mijn tekst zelf? Ja, zeker. Ja, dat mag zeker. Dus mensen, zodra ze de vraag heeft gesteld, draai ik het bord om en mogen jullie beginnen bellen. Ja. Oké. Okay. Echt een heel saaie vraag eigenlijk. Ja, stel de vraag. Hoeveel procent van de covid-doden zijn er in de rusthuizen gevallen? Dat moet u goed hebben geluisterd. Dames en heren, hoeveel procent van de covid-doden zijn in de rusthuizen gevallen? U mag bellen naar 0478-284621. Ik zal nog eens herhalen. 0478-284621. En u moet snel zijn, want de eerste beller... Het is niet echt een vrolijke vraag, maar... En het leuke is ook, met dat het dus echt zo live online is, dus niemand heeft dat op zijn video opgenomen, dus de mensen moeten het zich herinneren eigenlijk. Moeten het even onthouden. Dus dat is heel spannend. Zeer spannend. En daar ligt trouwens de gsm, dat is dus de gsm met het nummer, waar dat de mensen dus kunnen bellen. En waarbij dus in spanning zitten te wachten totdat er iemand belt. En Tom, spannend, hè? Ja. Ja. Echt zeer spannend, zeer spannend. Ja. Heb jij al eens een quiz meegedaan, Rachida? Niet dat ik weet eigenlijk, nee. Die verschiet al het. Ja, we hebben een bel. Ongelooflijk. Oké, ongelooflijk. Oké, hier gaan we. Dus, welkom, u bent bij De Wereld Staat Stil. Met wie spreek ik? Met Lieve. Oh, met wie? Dus, wilt u uw naam nog eens één keer herhalen? Lieve. Dag, Lieve. Hallo. Waar woon jij, Lieve? Ik woon net om de hoek in de Wasstraat in Berchem. Ga je straks ook jij of iemand anders in uw flieter hier komen staan? Sorry? Lize, ik ga direct door naar de vraag van het moment. Weet jij het antwoord op de vraag? Hoeveel procent van de covid-doden zijn in de rusthuizen? Dat is 56%. We kijken naar Rachida. Ja. Dat is helemaal juist, Lize. Jij bent gewonnen. Ja. Je hebt gewonnen. En maar spijt genoeg, die bon van 50 euro van dinges van het stad leest, die blijft al hier. Want dat is voor degene die dus in zijn flieter naar hier komt en die heeft nog ongeveer een kwartier tijd om tot hier te geraken. Dus, ik ben met een man aan het overtuigen, maar hij wil niet. Ja. Ik kan wel een flieter nadoen. En is uw man smakelijk om te zien in zijn flieter? Jij zult dat vinden van wel natuurlijk, want anders zou je uw man niet meer zijn. Ja, dat kan ik niet beoordelen van een ander perspectief. Nee. Maar stuurt iemand naar hier. Dus 50 euro, hè? 50 euro. Lize, je hebt gewonnen. Ben je blij?
keiblij. Oké, Lize, bedankt om mee te doen. Je hebt niks gewonnen, maar je bent wel een ervaring rijker. Super! Alright, dag Lize. Doei. Bye. Dus dat was de classic Mister weer. Super. Dat is de classic. Geweldig. Oké, dankjewel. Ja. Dit was de kleinste kus ter wereld. Wat me wel opvalt, Sue, is dat je nogal blinkt op je voorhoofd. Ja. Taart, de choco op onze boterham, de laatste Ferrero Rocher verstopt onderaan de koekjesdoos. Dat is muziek. En we worden vandaag getrakteerd door een internationaal gerenommeerde jazzzangeres, geboren in Zuid-Afrika, maar nu woonachtig in het geweldige Hulrijk. Hier is Tutu Pouane. Ja, en normaal is er nu een fenomenaal applaus, hè, maar we hebben geen publiek. Maar wij zijn toch heel blij, Tutu, dat jij hier bent. Allee, ik ook. Tutu, welkom. Dank u wel. Hoe is het ermee? Merci voor die uitnodiging. Ja, graag gedaan. Hoe is het? Ja, ça va. Hè. Ja. Ik probeer er niet te veel te klagen, dus ça va. Alright. Zeg, dit is een online live show, maar je hebt ook jouw eigen online live project. Elke zondag om 3 uur speel je samen met je man Ewout. Ewout. Yes. De Living Room Jukebox Sessions. Ja. Waarin dat je eigenlijk mensen nummers kunnen aanvragen die dat jij dan zingt. Ja. En van waar is dat idee gekomen? Well, the idea came from like having nothing to do. And my husband telling me, you have to do something. You should just don't wait. You have to do something. That's another story. Yeah. But because, you know, we're sitting at home and I'm a singer and that's what I do and that's what I want to do. So it was necessary to do something whilst we're waiting for the world to reopen. Mm-hmm. It's very necessary for me to sing for my happiness, for my spirit. Mm-hmm. If I spend long periods of time where I don't have work, I don't sing, I get very lusty and I'm not very fun to live with. Okay. So yeah. See, in this jukebox session, so you sing every song people ask you? Yeah. People can ask any song? We have a week. Yeah, they can ask any song. And if I know it, I'll sing it. Ah, yeah, but and sometimes if I don't know it, we actually check it out and we play it. Ah. If we like the song. Ah, yeah. Okay. Yeah. And hoe zijn de voorbije sessies al geweest? I'm sorry, what? Oh. How are they? Yeah, how were they? Yeah. They're fun, actually. They're pretty fun. They give me something to look forward to every Sunday. And I have a decent following in South Africa, so my mom, my brother, my cousins, and you know, some people who follow my music back at home and also here in Belgium. So we have a decent following and people really come with suggestions. Uh-huh. Of songs that I have never sung before. Last week we did at least 2 songs that I had never sung before, but songs that I've known and that I really love. So we practice them during the week and we play them on Sunday afternoon. Wow. So what's your wish for 2021? Do you have my God, COVID free. Yeah. That's my wish. Yeah. That we have a world without a deadly virus. That's my only wish, really. Yeah. Okay. We wish it too. Yes.
You brought a song for us today. Yeah. Which song is it and what's the story behind it for you? Actually, I didn't put much thought into the song that I gave, but I'm a huge fan of Joni Mitchell. Mm-hmm. And I gave A Case of You. The music of Joni Mitchell really, I'm kind of like growing up with it. Like, I've been listening to Joni since I was 17 years old. And it's like so many of her songs throughout my life, their meaning change, you know, because I live life, I fall in love, I fall out of love, I experience things and good things and bad things. And I always find something in her music that I can totally relate to. So I chose A Case of You. Okay, go ahead. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, the blue TV screen light, I drew a map of Africa. Sketched your face on it twice. You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and yet so sweet. Oh, why could drink a case of you? Still be on my feet. Oh, I am a lonely painter. I live in a box of paints, and I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones who are not afraid. I remember the time when you told me, you said that love is touching souls. Surely you've touched mine. Go to him.
would still be on my Thank you for this beautiful song. Yes, you're amazing. Thank you. Your voice is amazing. You too. Oh, well, thank you. Yes. Oh, voor de mensen thuis die graag meer willen horen, Toete Pohane en haar man Ewa doen dus elke zondag om 3 uur een livestream, de Living Room Jukebox Sessions, op haar Facebookpagina. Dus allemaal volgen Toete Pohane op Facebook. En helaas is het voor ons tijd om hier af te sluiten. Maar eerst wil ik graag iedereen hier in het CCB heel hard bedanken. Ja, ja, en, maar voordat we afscheid nemen, Sue, wil ik nog een soort hoop uitspreken, dames en heren. En dat is dat jullie allemaal thuis de komende 2 weken tijdens deze kerstvakantie, dat jullie, en jij ook, Toto, en jij ook, Tom, en ook jullie allemaal cameramannen hier aanwezig, dat iedereen erin slaagt om af en toe de wereld stil te zetten. En dat jullie allemaal ook tijd vinden voor jullie kinderen en jullie vrienden, jullie lief en jullie vrouw, of jullie lief en jullie vrouw, dat jullie tijd vinden om samen naar de vogels te gaan zien in het park. En dat degenen die een knuffel nodig hebben, dat die een knuffel krijgen. En dat ook iedereen van jullie ook er allemaal deze kerstvakantie allemaal zelfgemokte garnaalkroketten mag eten. Want dat is wel, als je die zelf mokt en zelf pelt, dat is dus wel echt het allerlekkerste dat er in de wereld bestaat. Zelfgemokte garnaalkroketten. Omdat, ja, want die garnalen zwemmen alleen maar in de Noord- en vlak voor de Belgische en de Hollandse kust. En dus dat is alleen hier dat je dat kunt... Dat is waanzin. Wow. Dat is, ja. Wij beseffen dat niet omdat we dat elke keer maar eten. En maar je die zelf pelt, dat is gewoon mindblow. Ja, ja, elk jaar maak ik zelfgemokte garnaalkroketten. Wow. Mag ik er dan ook dit jaar? Ah, wel, zo, ik zal speciaal voor jou. Voor jou. Dat is een samentrekking van jou en u. Voor jou. Voor jou. Dat gaat zo prachtig zijn. Zal ik de 8e januari, als wij hier terugzitten, zelfgemokte garnaalkroketten. Ja, ontdooien zelfs. Want je kan die dan eerst maken, invriezen en dan ontdooien. Want dan moet die gelijk een lolly opsabberen. En dat is toch ook niet interessant. Oké, maar dan kom ik zeker. Ja. Dan kom ik zeker de 8e januari. Al merci, Johan. Graag gedaan. En ook bedankt aan de mensen thuis voor het kijken. Wij zijn terug op 8 januari. Maar voor die tijd kunnen jullie ons altijd bereiken op ons gastenboek op dewereldstaatstil.be. En nee, een gastenboek, dat is niet voor ouders. Dat is kei tof. Dus kom af op dewereldstaatstil.be. En bedankt om te kijken. En wij zien jullie graag terug op vrijdag 8 januari. Bye. Joehoe.